Deze reading is voor iemand die twijfels heeft aan zijn relatie. Op dit moment praat je jezelf allerlei rare dingen aan en maak je het heel moeilijk om een beslissing te nemen welke kant je op wilt met je relatie. Je hebt het gevoel alsof niets wat je doet uitmaakt en alsof je niet hebt wat er nodig is om deze relatie nog levendig te houden. Toch doe je er alles aan om nog steeds in die situatie te blijven. Het is dat laatste beetje hoop wat je nog hebt, dat er toch nog iets uit kan komen, maar ergens diep van binnen geloof je er toch niet meer in. Je bent al een tijdje niet meer gelukkig in je situatie. En in het begin ging je er een beetje voor terugtrekken en je zonderde jezelf ervoor af. Maar inmiddels voel je dat je dat niet meer wil doen, want daarmee cijfer je jezelf ook weg. En je vindt zelf dat je ook geluk verdient, wat ook helemaal zo is. Nu ben je op een punt gekomen dat je moet beslissen wat je met de rest van je leven wil doen. Maar je hebt het er heel moeilijk mee, omdat je jezelf allerlei doemscenario's aan het aanpraten bent. De energie van nu zegt dat dit juist een heel goed moment is om dingen af te ronden. Wanneer jij klaar bent om de beslissing te nemen voor jezelf op te komen, zul je zien dat dingen vanzelf afsluiten. Wat je zult merken is dat nu juist een moment is dat dingen in je voordeel gaan. Iedereen maakt seizoenen mee en jij hebt jouw seizoen van tegenslag gehad. Mocht je ervoor kiezen om te blijven in de situatie waar je nu zit, hou er dan rekening mee dat het niet makkelijk wordt. Want jij gaat de enige zijn die dit nog in stand probeert te houden. Wat jullie nu hebben, heeft zijn beste tijd gehad. Ik zie niet dat jullie nu nog de tools hebben om deze situatie te kunnen veranderen. Wanneer je voor jezelf kiest, zul je zien dat de situatie voor jou in ieder geval wel verandert. En we zijn in dit leven voor onze eigen ervaringen. Kies ervoor om jezelf gelukkig te maken. En je zult zien dat alles wat je onderneemt van meerdere kanten.